pool bij het wereldkampioenschap gisteren Nederland en Hongarije tegen elkaar op het ijs. Belangrijke wedstrijd voor beide landen die ieder tot dat moment 3 gewonnen wedstrijden gespeeld hadden. Nederland had een hele goede start van dit wereldkampioenschap. Ruime overwinning op Bulgarije, Noord-Korea en Frankrijk. En die poolman en regisseur Paul Reumer waren gisteren in Boedapest. En bij de beelden van die wedstrijd Nederland-Hongarije krijgt u nu hier vanuit de studio commentaar van Frans Heinrichs. Nederland in lichte shirts. Ruim 2 minuten later. Tony Kollaar, nummer 9, die net als Leo Koopmans een goed toernooi speelt, brengt na een paas van Rob van onlangs de stand op 2-0 met een bikkelhard schot. Drie minuten daarna gebeurde dit. Wensink krijgt een messcherpe paas door het midden van Kollaar, gaat alleen door en dat is 3-0. Vreugde bij Bill Wensink natuurlijk en Tony Kollaar. En we kijken naar de herhaling. Wensink krijgt de paas, het riekt naar offside overigens, maar de Nijmegenaar scoort heel beheerst tegen keeper Kowalczyk. Na ruim een kwartier ongeveer zal een schitterend doelpunt komen. Tony Kollaar, nummer 9, krijgt dan de puck. Eerst Homburg daar nog even in actie. De Hongaren nemen even over. Eventjes goed gespeeld van die Hongaren. Nou, dan moet je wel op een gegeven moment je stick tegen de puck hebben. Daar is Kollaar dan. Heeft de puck. Hij paast van links naar rechts. Naar Johan Toren. Die paast terug. En daar is Kollaar. En ja, ja, 4-0. Een mooie goal. Let u op die nummer 9, Tony Kollaar. Daar komt de paas naar Toren. Die geeft een even mooie paas terug. Kollaar glijdt om zijn dekking heen. En pats, het is raak. De Hongaren mochten even iets terug doen. In de laatste minuut van de eerste periode verraste de Hongaar Georgi Pek, nummer 12 van de club Újpest Dosja, de verder uitstekende doelman Jan Bruiste. En zo werd het dan 4-1. Hier nog even de herhaling. Bruiste zult u straks nog enige malen in beeld krijgen. Maar Jerry Steffer van Amsterdam zou de stand in de laatste seconde ongeveer op 5-1 brengen. Dat is Berteling. En daar is Steffer. En Eddie Poelman vroeg captain Ron Berteling hoe het nou zo gemakkelijk kon gaan allemaal. Nou, ik zou zeggen, de jongens die in de voorhoede spelen, dus met al de lijnen, die kunnen de goals afmaken. Dat was dus in de eerste wedstrijd de lijn van Heerenveen. En nu deze wedstrijd en de wedstrijd hiervoor is ook gebleken dat andere twee lijnen die dus op elkaar ingespeeld raken, dat die ook afmakers erin hebben. En dat daardoor ook dus elke lijn scoort. Wedstrijd tegen China, de volgende wedstrijd. Is dat nou weer de meest beslissende wedstrijd van het toernooi? Tony Kollaar, die u hier nog eens die mooie goal ziet maken, is topscorer en wordt nu al de ster van het toernooi genoemd. Ster van het toernooi ben ik nog niet, want wij zijn pas halverwege eigenlijk. Maar ik vind in ieder geval dat het goed gaat nou met me en ik ben op het ogenblik blij met mijn eigen. En ik hoop dat ik het zo eventjes vol kan houden, nog 3 wedstrijden. Als je dat doet, zeggen sommigen, dan speelt hij niet lang meer in Nederland, dan zijn we hem gauw kwijt. Ja, dat weet ik niet, want ik heb nog helemaal geen andere contacten gehad nog. Maar kijk, als die er zijn, dan moet je er wel over nadenken natuurlijk, hè. In die tweede periode werd het 11-2 door 2 goals van de Heer, ook 2 van Koopmans en 1 van Berteling en van onlangs. We zijn nu in de laatste periode bij de stand 11-3 en weer is daar Tony Kollaar, 12-3. Ja, als Tony Kollaar in vorm is, blijft hij een uitstekende speler. Let u eens op die schaatstechniek, let u eens op die stickhandling. Nu snel naar binnen komen en dan backhand scoren. In die laatste periode geloofde Nederland het wel een beetje. En konden de Hongaren wat gaan terugdoen. Overigens denk ik zo dat we Tony Kollaar toch wel weer een Heerenveen zullen zien. Het is hier 12-4 door Chalai. Let u op, er komt nu een aanval op het Hongaarse doel. En Leo Koopman zal vlak voor keeper Sadowski een wolk van ijsslijpsel afremmen. Die Kowalczyk kwam, Sadowski kwam Kowalczyk vervangen. En bij Sadowski is nu aan de knoppen door. Een opstandje dreigt. Maar de Tsjechoslowaakse arbiter Zirka houdt de zaak in de hand. Toren komt erbij, Wensing. Kollaar, de achtergrond Koopmans. En u ziet, Zirka spreekt zelfs Sadowski nog even vermanend toe. En terecht, want Koopmans deed niets. Hongaar in de aanval.
goed opgesteld van de Nederlandse verdediging. Ze moeten nu, kunnen niet achter, ze moeten achter het doel omkomen. Het centrum is afgedekt. Nou draait hij terug naar binnen. En nu gaat Van Onlangs een overtreding maken. De scheidsrechter steekt de hand op. Een uitgestelde terug tussen. Die leed penalty. Maar het spel gaat door. Tjaco de Vos jaagt dan het puck aan. Wordt dan in de boarding geknald. En neemt meteen wraak met een paar ferme vuistslagen. Vervolg. Naast Van Onlangs mag ook de Vos met een 2x2 minuten straf in de penalty bench plaatsnemen. Maar ook de Hongaar Pinter gaat naar de strafbank. En we krijgen dus Hongaars powerplay met een man meer. Drie mooie saves van Bruister krijgt u te zien. Daar is hij weer. En daar is hij nog eens een keer. En daar is hij nog eens een keer. Heel goed, maar nu wordt er gescoord. Antal Palla, 12-5. En een Nederlandse speler, waarschijnlijk Leo Koopmans, rijdt per ongeluk met de schaats over de keeperhandschoen van Jan Bruister. En het gevolg ziet u dadelijk. Zo scherp zijn die schaatsen. Ze snijden door zo'n dikke goalie glove heen. Vele sportlui zouden dan een week of zo uitgeschakeld zijn, maar Bruister niet. Hij liet een minuut lang Nienhuis in het doel staan als een vervanger. En daarna verscheen hij zelf weer. De voorgrond overigens van de Lee. Kijk, daar is Bruister alweer. Ik heb het u al eens meer gezegd. Die ijshokjes zijn niet kleinzielig. Homburg komt even een tikje geven. Polaar is er weer. Koopmans is er weer. De vraag was natuurlijk wat Bruister nog zou kunnen met die verwonding. Nou, dat krijgen we dan dadelijk te zien. Hier komt nog een Hongaarse aanval. Even goed spel van de Hongaren. En daar is de redding van Bruister. En hier komt nog een goede kans voor Bill Wensink die enorm doorgaat. Maar keeper Sadowski heeft zich goed opgesteld. Even wat onvriendelijkheden. Leo Koopmans is erbij, even goed toernooi. De laatste 20 seconden speelde het Nederlandse team rustig uit. Dat Nederlandse team staat nu dus op de eerste plaats. Maar morgenochtend om 10 uur ontmoeten ze de Chinezen. En die wonnen vorig jaar in de B-pool te Klagenvoort. Ook al om 10 uur 's morgens, gemakkelijk maar onnodig van het Nederlandse team. Afgelopen. Gemakkelijke zege voor Nederland. Routinier Jack de Heer ging van de C-pool naar de A en van A naar Z. Hoe beleefde hij dat? Ja, het is weer een ervaring weer in het C-pool te spelen. De eerste drie wedstrijden die ik gezien heb, was ik echt verrast over de sterkte van de pool. 5 jaar geleden was het echt een heel erg zwak pool. Er zijn misschien nog 3 of 4 jongens over van 5, 6 jaar geleden. Een groot verschil is dat wij nu met minder sterren spelen en met jongens die harder willen werken. Wat kan jij schatten als de toekomst voor dit jongere team? Nou, wij zijn toch een middenmoot B-groep team. En ik hoop dat wij toch zeker weer terug naar de B-pool gaan en daar kunnen we ons in de middenmoot handhaven. Een overwicht van Nederland dus in deze wedstrijd. U hebt het gezien na de eerste periode al 5-1. Vraag van Eddie Poelman aan coach Cliff Stewart. Hoe is dit mogelijk? Well, I know my boys when they bear down and play the type of hockey that they're capable of playing. That we should be able to play like that. And we've done it in all the games so far except the first one. Today the boys in training were really up for the game. And I just like to thank the Lord Jesus that he helped us win this game. What do you think can threaten this team in this C World Cup tournament? Well, probably just we might beat ourselves if we get too overconfident, but I try to keep the boys down on the level where we should and take one game at a time, and we take one period at a time, and if we do that, we should be okay, and then we don't get overconfident. What are you aiming at? Only the first place to go to Sarajevo, the Olympics next year, or is it first playing safe on the second place? Well, I always set my goals high, and I told the boys we'll set our goals on trying to go to the Olympics, my main task when I was hired was to get Holland back in B pool, but my goal is I'd love to go to the Olympics if the opportunity presents itself. Vanavond gespeeld in Budapest in die C-pool Denemarken-China. Dat werd 1-6 en Bulgarije-Spanje 4-4. Dat betekende het eerste winstpunt
voor Spanje. Kijkt u maar even naar de stand in die C-pool. Nederland staat daar mede dankzij hulp van buitenaf, dat hoorde u net van de coach, bovenaan. Op beter doelsaldo, wel puntgelijk met China. Dan Hongarije, Denemarken en de rest. Morgen belangrijke wedstrijd, Nederland-China.